Wij moeten vooral zorgen dat wij alle wedstrijden winnen. En, ja, als wij kunnen veel goals maken, dan moeten wij ook die goals maken. Maar ja, helaas viel al in 2-2 in. En 2-1. Jullie hadden volgens mij al met 6 of 7-1 kunnen winnen vanmiddag. Ja, zeker weten. We hadden heel veel kansen, maar ja, we zeiden in de kleedkamer dat wij moeten geduld hebben. En ja, die goals komen vanzelf, zeg maar. En als je maar alleen 2-1 wint, ja, telt ook 3 punten het belangrijkste. Ja, want dat doelsaldo-verhaal, dat speelt natuurlijk altijd onbewust denk ik wel een beetje een rol. Hè? Dat je het aantal goals van Ajax moet gaan inlopen. Ja, tuurlijk. Maar we moeten vooral zorgen dat wij alle wedstrijden winnen. En ja, als wij kunnen veel goals maken, dan moeten wij ook die goals maken. Maar ja, helaas viel al in 2-2 in. En 2-1. Maar goed, als het ooit als gekund was, misschien vandaag wel geweest. Want ja, dat jullie met 1-0 achter stonden bij rust, was eigenlijk ongelooflijk, hè? Ja, en ongelukkig ook. Ja, we hadden moeten in de eerste helft misschien 5-5-1. In de kleedkamer liepen en helaas, maar 3 punten het belangrijkste. Dus je moet nu misschien wel gaan hopen dat Ajax zo'n keer wat laat liggen. Ja, dat is een beetje gek hè, dat je moet hopen dat een andere misstap maakt. Ja, zeker weten, maar ja, we kijken vooral naar onszelf en focus alleen op ons spel en op onze resultaten. Ja, gewonnen, dat is natuurlijk wel het goede resultaat. Jullie blijven nu weer gelijk met Ajax op de ranglijstje. 4 wedstrijden te gaan. Voor jou, volgens mij de eerste keer dat je zo meemaakte, zo'n spannende titelrace. Hoe ervaar je dat? Ja, zeker. Het is iets anders dan vorig jaar bij onder 19, maar is mentaal spelen. Dus je moet rustig in de hoofd blijven en dat doe ik. Hoe doe je dat? Wat zijn dan dingen waarbij je denkt van, ja, met je ademhaling iets of hoe krijg je het voor elkaar? Ja, gewoon dezelfde dingen als iedere jaar voor iedere wedstrijd. Gewoon, ja, mijn eigen dingen. Ja, gewoon geen gekke dingen doen, je niet laten afleiden door dingen om je heen. Ja, precies. Klopt. Je winnen dan met 2-1, toen die tweede goal viel, toen had je denk ik wel het gevoel, nu is hij wel binnen. Hè? Dat was wel een enorme opluchting dat die tweede treffer viel. Ja, zeker weten. Ook, we hadden alleen die eerste goal nodig en dan wisten wij gelijk, ja, wij gaan nog zeker één keer scoren. En, gelukkig viel die binnen, dus 2-1, maar had meer ingezeten. Hoe jouw eigen rol vandaag weer in de basis? Ik kan me voorstellen, zeker nu, wat ik zei, spannende titelrace, dat je nu de voorkeur krijgt van Bobbel, lijkt me wel een heel fijn gevoel. Ja, zeker weten. Het is een fijn gevoel als je op het veld staat en je mag weer minuten maken. Ik ben vooral blij dat vandaag 3 punten is het belangrijkste.